ಮಾಡಿ. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierigasten. Ik ben Niels. En ik ben Martijn. Ik ben Jelmer. Ik ben Jessica. En jullie hebben ons iets getweet. Wij willen heel graag samen naar een festival. Alleen het probleem is, ik heb nog geen kaartje. Oké, en jouw vriendin wel? Ja. Dus jullie willen gewoon samen naar binnen. Gaan wij dus ervoor zorgen dat jij ook binnenkomt. Normaal gesproken hebben we echt een heel uitgebreid plan en heel moeilijk en dit en dat. Maar dat gaan we vandaag helemaal niet doen, want we gaan vandaag lekker simpel over het hek klimmen. Ja. Of is dat zo simpel? Is dat simpel? Ik weet niet. Is dat simpel? Ik zou zeggen, ga lekker naar binnen, ga feesten en wij zorgen dat jouw vent zo meteen naast staat. Zo, schat. Ah, romance. Oké, nou wieberen. Succes. Stadion 1 van over het hek klimmen. Waar beginnen we mee? Eerst even een rondje doen om het festivalterrein. We doen nu dus even het gebruikelijke rondje. In principe zou je hier overheen kunnen. Maar er zit hier prikkeldraad, dus dat lijkt me niet heel verstandig. Jongens, hier! We hoeven niet te klimmen! Kijk! Dit is een meevallertje. Dit maar... is stadium 2. Wat stadium is 2. De poging? Door wagen. Of over een hek heen? Ja. Stop, ga je buik in. Ik kom er weer achter. En door. Ik kijk even hoe diep het is. Ja. Zullen we eens kijken of we een soort van eiland kunnen creëren? Beetje in het midden gooien? Ja. Heel diep. Wat is dat? Jongens, even serieus. Als je even een goede aanloop neemt, dit kun je er wel springen. Ja, ik weet niet of het dieper daardoor gaat. Nee, oké, jongens, ik ga springen. Nee, oké. Ga je serieus springen? Ja, ik ga springen. Klopt dat jij jezelf op gaat zien? High five. Kom maar niet. Ja, best wel een hele goede poging. Ik ben best wel heel erg nat. Oh, daar staat beveiliging. We zijn gesnapt. Ja. Je hebt een poppie zitten. Een wit t-shirt en een zwart t-shirt. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben er ook even met een camera. Ik heb Martijn is nu gepakt. Die is nu in de handen van de beveiliging. Ik weet gewoon echt niet wat er nu gaat gebeuren met hem. Wij moeten in ieder geval even weg van deze locatie, want ik denk dat we nu al gezocht worden. Het grote probleem was dat we gingen lachen na de sprong van Martijn. We hebben heel veel lawaai gemaakt. Het heeft ons redelijk hard verneukt eigenlijk. Ik denk dat we zo eens moeten wachten op een belletje van Martijn. Oké. Okay. Oh, hey, ze denken dat ik dat hek heb gemolken. Nee. Ja. Oké, ze zijn nu dus in de veronderstelling dat wij dat hek hebben gemolken. Wat natuurlijk niet zo is, want we troffen het al zo aan. Dus we moeten nu de camerabeelden even richting de ingang brengen. En dan kunnen ze zien dat wij het niet hebben gedaan. Ik heb je vriend net uitgelegd. Hij krijgt nu een bekeuring. En je bent niet het antwoorden verplicht. Wil je nog een verklaring afleggen? Dat is slootje aan het springen. Ik krijg er binnen 24 weken tijd gestuurd van. Cool. Oké, ik heb zojuist mijn eerste officiële bekeuring gekregen. In mijn eentje. Maar dus ik ben A, in de sloot vallen. B, ik heb een half uur... Tot een uur heb ik met de security moeten chillen. En ik heb een boete van €90. Domme! Okay. En? Man. Ja, boete van €90. Nee! Jezus! €90. Maar we gaan het nog een keer proberen. Ja! Maar... Nou, zoals je net hebt kunnen zien is het de eerste keer niet gelukt. Nee. Maar we zouden de gigast niet zijn als we het niet nog een keer gaan proberen. Dus we gaan voor ronde nummer 2. Doe we dat nu proberen? Ik zeg, we lopen en we gaan er gewoon meteen voor. Ja, en de camera gaat niet mee. Toch? Nee, ik film het met de telefoon. Met de mobiel. Doei. Poging nummer 2, jongens. Niels, hebben we er zin in? Nee. We gaan hem work it out. Het is zo moeilijk hoor, dat kan ik je vertellen. Het is een rode container. Ja. En daarachter staat een vrachtwagen, maar daar kun je dus tussendoor. En dan kom je op die weg van de gastenlijst. Maar ja, dan moet je nog bij de ingang komen van de gastenlijst. Maar dan ben je in ieder geval deze security langs. Dus dan moeten we daar fucking snel schakelen. Ja, ook jullie moeten even in de steen. Dan moet je bij mij op heel pak wat filmen. Ja. Dan moet je niet. Thank you.
mag heel snel gaan. Ik heb Niels mijn mobiel gegeven. Ja. Niels is met de Twitteraar is hier langs die container gelopen. Als het goed is lopen ze nu bij de artiesteningang. Dus het gaat lukken? Of het is al gelukt? Nou ja, ik weet niet, anders moet een bandje hebben als je daar wil lopen. Ja. Dus je moet nog van dat terrein weer naar het festivalterrein komen. Okay. En dan pas ben je binnen. Het meest handige is dat we straks naar mijn hoofd lopen. Oh, wat mooi dit, hè? Niels, ben je binnen? Ja, ik ben binnen. Yeah! Papi! Ja. Hey. Wij gaan nu even feesten met z'n drieën. En groetjes aan Martijn. Martijn! Hey. Martijn! Hier. Ja. Ware liefde. Het is dus wederom gelukt. Ja. Het stelletje is weer herenigd. En wij zijn ook, en weer, wij zijn ook weer herenigd. Ja. En vonden jullie dit nou leuk om te zien? Vergeet dan niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En like ons even op Facebook, Instagram en Twitter. Ja, en als jij nou ook een wens hebt, maar heb je er geen geld voor, zet het dan even op je social media. Hashtag gierige gasten. En dan laten wij jouw wens in vervulling komen. Zoals elke week. Nou. Tot ziens. Tot volgende week. Ciao, ciao. Even goed te begrijpen, als wij nu in ons filmpje vertellen dat jullie bezig zijn met die staking, dat wij daardoor die boete niet krijgen, wordt die boete kwijtgescholden. Oké. Okay. Ja, bij deze. Nee, zeg maar. Luister, vertel even, Martijn. Oké, okay, ik word gebeld door de politie met de mededeling, want ze zijn nu bezig met die staking, toch? Ja. Dat de boetes onder €200 worden kwijtgescholden, maar dat betrekt eigenlijk niet dit soort type boetes, dat had hij al doorgegeven. Maar hij belt het op om mee te delen als wij dat dus wel vermelden in dit item, dat de boete dus kwijtscholden, dan ja, hebben we dus die €90 niet die we hoeven betalen. Want ze zijn aan het staken. Dus bij deze. Politie Amsterdam, dankjewel. Dankjewel, we love you.